Vooral word ik erg verrast door de kinderen die met enthousiasme dan op een evenementje als dit staan te luisteren, vol vuur en vlam. In dit geval voor het uitdelen van boeken in het kader van de leesbevordering. En als je daarbij bent, ja, dat voert je inderdaad wel even terug naar je eigen schooljaren. En daar denk je toch altijd met heel veel plezier aan terug. Daar gaat hij allemaal, hè? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En de mooie ballonnen. Super. Dan een dik boek. Ja, het is echt een dik boek. Ja. En je krijgt een boek. Jij mag een boek laten zien. Laat me even zien. In de camera kijken. Goed zo, dankjewel. Nou, de laatste. Alsjeblieft. Alsjeblieft. En wat wel leuk is. Ja. En is er, komt dat filmpje nog of niet? Weet jij dat? Ja. Weet ik, ja, dat is waar. En we gaan straks allemaal de boeken in de klas worden uitgedeeld. Op het moment dat je kunt lezen, dan kun je inzichten, je kennis kun je vergroten. Maar het is ook heel erg belangrijk om stappen te maken, om je te ontwikkelen, om in het onderwijs ook er goed doorheen te komen. Dus al met al is het een basisvoorwaarde voor het kunnen opbouwen van een eigen zelfstandig leven. Het slijmboek is het. Dat heb ik tijdens corona geschreven. Dus is volgens mij begin vorig jaar in de winkels gekomen. Alle groepen 5 in Almelo die zo'n boek krijgen. Dat is wel super fijn. Ja. Het slijmboek. Ja. Ja. De kinderen zijn er dol op. Die zijn echt laaiend enthousiast over slijm. En ook over het boek. Dus dat is heel mooi. Nou, ik schrijf geen boeken voor volwassenen. Nee. 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 Ik vind kinderen veel leuker. U heeft ze net gezien hier op het plein. Is toch geweldig. En ik denk ook, het is zo belangrijk om kinderen enthousiast te krijgen voor lezen. Dus daarom is dit ook een super goede actie. Want met lezen leer je eigenlijk nog veel meer dan alleen maar die letters en die woorden. Meneer Rob zei al wel, misschien zitten er wel ijsjes in die kist. Maar een ijsje, daar heb je maar heel even plezier van. En een boek, daar kan je echt jaren van genieten eigenlijk. Want kijk maar naar De Brief van de Koning. Dat is al zo lang geleden door Tonke Dracht geschreven. En het is nog steeds voor iedereen een prachtig boek. Dus boeken hebben veel meer waarde dan een ijsje.